Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag. Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Omdat toen bleek dat ik inderdaad vitamine tekort had. Een lichte vorm van scheurbuik. Een vitamine tekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister. Toen schijnt Dick intern inderdaad aangegeven te hebben dat het toch niet zo kan zijn dat FC Dordrecht zich wel lekker in de zon in Spanje voorbereidt op de tweede seizoenshelft en FC Groningen niet. Dus de aanvraag loopt denk ik nog, maar ik denk wel dat de stem van Dick in deze zwaar weegt. Dus ik zie toch nog wel goede dus kansen voor FC Groningen van de spelers. Misschien de verkoop van Balken dat ze toch naar de zon kunnen. Ja, dat zou wel mee kunnen helpen, ja. Radio Milko. Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Ja, en dat doen we natuurlijk weer met clubwatcher William Pomp. En met voormalig clubwatcher, de mentor van William, Jan Mennega. Jan, vorige week zei William, FC Groningen is een onverslaanbare machine in wording. Voetbalmachine in wording. Ja, een onverslaanbare voetbalmachine in wording. Ja, daar werd die vrijdagavond in het stadion ook flink mee gepest. Ja, okay. En ik zou zeggen, in de rust, toen keek ik een beetje raar uit de ogen. Nee, god, zie Dickie, dan krijgen ze, verliezen ze meteen weer die wedstrijd weer 1 of soms 1 of achter, weet je wel. Ja, ja. In de rust staan ze ook weer mensen zeggen, ja, William, weet je wel, onklopbare machine in wording, ze hebben er al erachter. Ja, dat zei hij. En na afloop was hij helemaal het mannetje natuurlijk, weet je wel. Dan zei hij, ja, zie je nou wel. Ja, nee. Ja, echt waar, joh. Maar zo gaat het, hè. Ja. Maar dat is opportunisme van de voetballerij. Maar je hebt steun gekregen van de trainer van Cambuur, hè? Oh, Henk de Jong, hè? Henk de Jong. Ja. Piet van Dijk kreeg een appje van hem of zo, geloof ik. Piet van Dijk heeft een appje van hem gekregen. Ze gaan gewoon rechtstreeks promoveren, Piet. Ja. Hè? Daar kwam het op neer. Dat heeft Henk de Jong gezegd. Ja. Dus die gelooft die heeft er ook verstand van. Dat is, ja. Maar Henk de Jong is ook een man die over het algemeen toch wel lekker positief in het leven staat, volgens mij. Hè? Als ik het zo een beetje in kan schatten. Ja. Hij heeft natuurlijk een en ander aan somberheid meegemaakt de laatste jaren. Maar volgens mij is er een enthousiaste vent. En dat, nou ja, daar schaar ik me onder die categorie bewoners van de aarde, schaar ik mezelf ook. Ja. Het is het opportunisme in de voetballerij vierde echt weer hoogtij. Voor die tijd, ik kwam binnen daar dat perscentrum. Overigens eerst Joop, perskamerchef, zeg maar, gefeliciteerd met zijn 77ste verjaardag. Zo, Joop, ja, 77. Ja, zondag was hij jarig. We hebben hem namens het Noordelijk Sjoenije een Gronings bierpakketje aangeboden. Hij houdt van speciaal bier. Zat ook nog een mooi glas bij hem trouwens. Ja. Hij kreeg van FC Groningen een mooie kersttrui. Ja. Dus goed verwend ging hij des avonds weer naar huis. Maar daar begon het gauw al van. Wat heb je nou gezegd in de podcast? Veel reacties erop. Een winnende machine. En ik maar benadrukken. In wording. In wording. In wording. Zeker. Want ik zag altijd dat ik een soort van slagalarm glantie achter de hand heb. Zeg maar, glantiebewijs. Ja. Heel slim. En inderdaad, in de pauze. Ik zat daar met Jan op de perstribune. En Joop die komt dan altijd. Nou, 5 minuutjes voor het einde van de eerste helft komt hij omhoog. En beet hij mij nog een keer toe. Een mooie voetbalmachine in wording. Nee, een mooie voetbalmachinepomp, zegt hij. Ik zeg van, wacht nou af. Nou ja, goed, in de tweede helft ging ik los, hè? Ja, zeker. Nee, ja, en was het, kijk, want dat was natuurlijk wel een beetje de vraag in de aanloop naar deze wedstrijd. In hoeverre was, en dat was ook de discussie vooraf, in hoeverre was Jong AZ, dat gehavend was, zwaar gehavend was, of FC Eindhoven, dat natuurlijk meer dan een half uur met 10 man stond te spelen tegen FC Groningen. In hoeverre was dat nou een graadmeter om te bewijzen dat FC Groningen daadwerkelijk aan de betere hand is? Nou ja, weet je, VVV Venlo is wel... En wat is het antwoord erop dan? Nou, VVV Venlo is wel een volwassen tegenstander. Weliswaar een middenmotor in de eerste divisie, maar er staan toch wel een paar goede spelers staan daar in de basis. Mm. Nou ja, en in de tweede helft heeft FC Groningen bewezen dat ze ook VVV Venlo onder de voet kunnen lopen. Dus ik denk dat die beterende hand nog steeds zichtbaar is. En die hand kan nog beter, maar het is stukken beter dan pakweg 2 maanden geleden. Ja, maand geleden. Ja. Een maand geleden zelfs. Ja. Ja. Zeven puntjes nog maar, Jan, hè? Ja, dat is niet ja, dat heel is, weinig. Dat is, nou ja, heel weinig. Dat is heel weinig. Is het ook weer niet, maar het is ook weer niet zo heel veel, laat ik het zo zeggen. Je kunt het, en er zijn voldoende wedstrijden om die 7 puntjes weg te poetsen natuurlijk. Ja. En ze moeten dan gewoon, tot de winterstop moeten ze gewoon de komende 3 wedstrijden moeten ze winnen. Ja.
En dat kan. Nou ja, dan doe je met ingang van komend jaar doe je weer helemaal mee. Ja, nee, het kan snel gaan. Ja, hè? Ja, maar het slaat nergens op toch eigenlijk, hè? Ja, wat doen we hier eigenlijk elke week? Ja, opportunisme viert ook hier hoogtij, hoor, kan ik je vertellen. Ja, dat is nog eenmaal zo. Ja. Dat is een voetballerij. Ja. Voetballerij is dagkoers, hè? Ja, dagkoers. Ja, daar is dit natuurlijk ook een voorbeeld van. Want 7 punten is natuurlijk absoluut niet onoverbrugbaar. Nee. Hè? Dus ook hier hebben we wel eens last gehad van de uitzichtloosheid van de positie waarin FC Groningen zich bevond. Maar ja, die 7 punten. En je zit nog ruim voor de winterstop. Ja. Nou, stel dat je zo doorgaat. Hè, Telstar thuis moet toch ook kunnen. Zeker. Hè, aanstaande vrijdag. MVV uit moet kunnen. Moet ook Jong kunnen. Utrecht thuis moet kunnen. Dat zijn allemaal wedstrijden die moeten kunnen. Ja, ik wil niet zeggen dat ze hem winnen, hoor. Want dat kun je nooit van tevoren zeggen. Nee. Maar het zijn wel wedstrijden. Ja, en als Groningen wat wil, en ze willen wat natuurlijk, dan moeten ze die wedstrijd ook gewoon winnen. Dat is heel simpel. Ja, ze willen wat en ze moeten wat. Ze moeten ook wat. Nee, daar heb je gelijk in. Ze moeten ook wat. Het zou desastreus zijn als je niet promoveert. Nee. Maar in plaats van te hopen op de play-offs dan maar, zeg maar. Wat in een bepaalde fase het geval was. De play-offs, die heb ik nooit gedaan. Dat ze de play-offs niet zouden halen. En ik moet eerlijk zeggen, die dan ook nog winnen, hè? Daar ging je dan op een gegeven moment vanuit. Dat weet je nooit. Op een gegeven moment was het, kijk, voorafgaand aan het seizoen was de doelstelling gewoon keihard. Rechtstreeks terug binnen 1 jaar naar de Eredivisie. Nou, het was een desastreuze start. Ja. Dus toen werd daar heel wat van afgedaan. Maar toen werd altijd nog, zeg maar, vastgehouden aan het achterdeurtje van, ah jongens, maar de play-offs, die halen we wel. En als we die dan winnen, dan promoveren we alsnog. Het maakt niet uit hoe we in de Eredivisie weer terechtkomen, maar als we er maar weer in terechtkomen. Nou ja, goed. En langzamerhand zie je dat het geloof in toch nog rechtstreeks promotie, maar dan via de tweede plaats. Want Willem II is nu wel, lijkt tenminste echt weg. Ja. En die staat 6 punten los ook van Roda JC nu. Maar die krijgen ook nog wel een tik, hoor. Willem II krijgt al die ploegen, jongens, die krijgen allemaal nog wel een tik. En ik zeg niet dat ze die 13 punten, geloof ik. Hè, met Willem II is het 13 punten. Dat ze die nog overbruggen, dat zeg ik niet. Dat weet ik ook niet. Maar Willem II krijgt ook nog wel een keer een tikkie. Al die ploegen, joh. Ja. Roda was op een gegeven moment zeggen, ja, Roda, die doet het goed. Je deed het goed. Ja. Maar dat zie je nu ook maar zo weer. Die krijgen ook maar weer tikkies, hoor. Ja. Nee, maar daar wil ik toch wel een winstwaarschuwing bij afgeven dan. Want FC Groningen, dat voor de helft, meer dan de helft bestaat uit zeer jonge spelers, krijgt ook nog wel weer een tikkie. Nee, maar dat wil ik net zeggen. Want de Groningen krijgt straks ook nog wel een tikkie. Ja. En kijk, zij kwamen vrijdagavond eigenlijk terug doordat Duarte erin kwam. Hè? Ja. Kijk, als die Duarte niet kan spelen, dan wordt het alweer een stuk minder. Ja. Maar alle respect voor al die jonge mannetjes, laat ik zeggen, die zijn net, ze vliegen als gek over het veld heen. Het rent en het vliegt en het doet. Maar je kunt alleen daarmee kom je er niet, hoor, kan ik je zeggen. Je moet ook een beetje kwaliteit in het elftal hebben. En ik zei niet, ze geen kwaliteit, maar zo'n Schreuders, dat vind ik echt een jongen, die kan een hele mooie carrière maken. Ja. Maar er zijn ook jongens bij. Ja, die, dat, nou, vind ik echt een leuke vent ook trouwens, Jos. Leuk, jongen. Ik heb hem niet zelf niet gesproken, hoor, maar ik wil meer zoals hij overkomt. Ik zag hem niet, maar ik vind het echt een hele sympathieke, ontwapenende, innemende. Vind ik ook. Heel leuk. Vind ik ook. Ik zag bij de collega's van OogTV zag ik een videootje. Toen was Jos Schreuders 10 jaar, had hij nog heel wit blond haar. Ja. Dat zie je vaker, hè, dat jongetjes die vroeger blond haar hadden, later dan wat donkerder worden. Ja. Maar daarin, die hele uitstraling, werd hij als jeugdspeler geïnterviewd, dus voor de camera. En de hele uitstraling en de beleefdheid die hij over zich heeft. En het is precies de Jos Schreuders die je nu ook nog ziet. Ja, alleen dan nu 10 jaar later, zeg maar. Ja. Ja. Het is heel grappig om te zien. Je moet het filmpje voor de aardigheid eens opzoeken. Ja. Okay. Echt prachtig. Ja. Hij werd voor corporale. Corporalistische. De corporale snotaap of zo. Toch? Nee. Zoiets. Ja. Ja, door Jan de Boer. Hè? Ja. De oud-keeper, derde keeper van FC Groningen en de huidige keeper. Corporale engnek. Engnek, zoiets. Ja, zoiets. In die trant was het wel iets. Ja. Er worden bij FC Groningen ook wel wat grapjes over gemaakt. Jos Schreuders heeft niet de typische. Groningse tongval. Nee, die heeft echt een tongval als of je inderdaad gewoon bij clubje 3 van Vindicat. Komt uit Haren. Volgens mij niet zeg maar Rijksstraatweg Haren of zo. De echte high society. Maar waar heb jij gewoond, William? Wil je dat even vertellen? Nou, wat heb ik daar nog aan? Waar heb je gewoond? Nee, dat huis is verkocht. Ja, maar zeg je daarom Rijksstraatweg Haren? Nee. Als het in mijn straatje zou passen, zou ik dat zeker. In mijn Rijksstraatweg zou passen, dan zou ik dat zeker zeggen. Maar okay. dat is nu niet meer nodig. Nee, dus, nee, nu komen de echte. Verlengde Lodewijkstraat is een hele mooie straat. Ja. Kijk op Funda. Maar. Nee, Mark, waar.
Waar komt even aan de haren dan? Toch wel het goede kant van het sport. Ja, volgens mij wel het goede kant. Maar in ieder geval, daar wordt binnen de club wel, worden er wel grapjes over gemaakt. Ja. Dat hij toch een beetje iets van een kakker is of zo. Weet je wel? Ja. En als je hem hoort praten. Het is een hele beleefde, welbespraakte jongen. Maar, dat wilde ik eigenlijk zeggen. Die wisselvalligheid van de jonge spelers. Dat is echt wel een factor waar je rekening mee moet houden. Want begin dit seizoen was het nog helemaal niks hoor met Jorg Schreuders. Ik kan mij de uitwedstrijd bij Jong FC Utrecht herinneren. Toen flopte die helemaal. Ja, dat viel helemaal door de mand. Totaal. Ja, en daar heeft hij ook echt een mentale tik van gehad. Toen is hij natuurlijk ook een tijd buiten het elftal geraakt. Dat vond ik goed dat hij dat zelf ook zo benoemde. Ja, nee, zeker. Helemaal, zeker. Denk, daar begint het al mee. Dat hij zelf al zei van, dat heeft iets met me gedaan. Hij is een autodidact, zeg maar, in die zin dat hij hier wel echt van geleerd heeft. En dat hij de volgende keer daar niet meer zo van in de war zou raken. Nee. Hij schopte tegen Eindhoven gigantisch over de bal heen, waardoor hij die tegengoal kreeg. Ja, weet je, daar zou hij in die fase misschien wel doodziek van zijn geweest. En nu is het gewoon even met de kop schudden en verder gaan. En zo hoort het natuurlijk ook in het profvoetbal. Ja. Dus, zo wisselvallig kan het dus nog wel zijn, weet je wel. Mm. Want het begin van de competitie is net 2-3 maanden geleden. En nu zie je ineens de man eigenlijk die het hele elftal draagt. En die een soort verpersonificatie is. En niet helpen, Jan, hoor. Laat hem zelf even uitkomen. Nog één keer. De verpersonificatie. Mooi, goed, van de wederopstanding van FC Groningen. Oh, dus ja. Zo snel kan het gaan. Maar zo snel kan het ook wel weer andersom gaan. Zeker. In de leeftijdsfase waarin deze jongens samen met Postema, samen met Van Bergen, samen met Prins, samen met, ik vergeet nog geen, Luciano Valente, waarin deze jongens zitten. Dus, ja. Daarom heb je er ook jongens bij nodig als Duarte en ook als Bakuna. Want Bakuna hoort ook in het elftal, vind ik. Ja. Dat denken mensen soms een beetje anders over. Maar ik vind echt dat Bakuna in het elftal hoort. Als hij fit is, hè. Ik weet niet hoe fit hij is. Volgens Dick is hij nog niet helemaal fit. Nee. Dus, maar goed, als hij straks fit wordt, joh, kom op, dan moet die Bakuna toch makkelijk in het elftal kunnen spelen. Jawel, maar dan moet er ook weer één vooruit. Ja, dat begrijp ik ook. Ja. Nou, dat is vrij Jan? Simpel. Nou, Pelu Pessi kan ik er zo uitzetten. Nee, maar die gaat eruit. Die gaat eruit. Ja, precies. Voor Duarte. Want. Oh, lezersvraag? Tuurlijk. Luisteraarsvraag? Huh? Ja, luisteraarsvraag. En natuurlijk deze week ook weer van Alfred Blauw. Goed dat hij elke week. Alfred is een vaste volger. Elke week vraag gesteld. De middenvelders kloppen op de deur. Laros Duarte voorop. Wie moet het veld ruimen? Nou ja, dat hebben we net gezegd. Pelu Pessi, maar dat is ook wel duidelijk. Ja. Maar goed, er zijn dat gaat denk ik aanstaande vrijdag al gebeuren. Zeker. Ja? Maar goed, ja. Okay. Maar Pelu Pessi is goed voor. Sorry Jan, dat nee, dat maakt niet uit. Maar Pelu Pessi is nu. Duarte is nu goed voor ongeveer een uur, denk ik. Schat hij zelf in, hè? Misschien ook wel iets langer. Maar in ieder geval een uur. Nou, weet je, dan kun je gewoon in de basis staan. Maar hij begint ook in de basis. Ja, gewoon. Denk ik 100%, dat weet ik zeker. Hij is, ik heb, ja, maar jij wist ook zeker van keer dat Kevin van. Weet je nog? Daar ben ik helemaal met je eens. Okay. Ja. Maar ik heb na afgelopen een tijdje met Dick gesproken. En die vindt eigenlijk ook wel dat hij er klaar voor is om. Stond daar geen fles wijn tussen jou en Henk Kok of zo? Over Kevin of was dat weer iets anders? Was weer wat anders. Wat was dat ook weer dan? Ja, dat weet ik ook vergeten. Oh, als Jammer niet meer weet, dan is hij die fles wijn kwijt. Een uitsmijter. Dat weet ik zeker. Een uitsmijter. Ik weet het niet meer, jongens. Nee. Maar goed, kwijt. Ik denk wel dat het met de baas van Kevin van Veen te maken had, ja. Ja, ik weet niet. Ik weet niet precies hoe het was. Te lang geleden. Ja. Maar dus de Duarte gaat erin voor Pelu Pessi. Zeker. Sneu voor Pelu Pessi weer. Hè? Dat hij weer, maar goed, ja. Ja, goed, maar dan gaat hij sneu. Dat vind ik een beetje, het is topsport, laat ik zo zeggen. Nee, dat is ook zo. Ja. En Pelu Pessi, je zwijfelde bijna over kampioen divisie. Laat ik het maar gewoon ook topsport noemen. Ja, het is ook wel, ze trainen ook elke dag. En weet ik. Ja, nee, dat is gewoon zo. Vooruit, weet je wel. Nee, het is topsport. Ze trainen ook elke maar, dag. Maar Joey, het sneuwen zit er natuurlijk in dat het bij Joey Pelu Pessi absoluut geen onwil is. Nee, maar het is ook geen onwil. Maar dat is voor heel veel spelers natuurlijk. Het is geen onwil. Nee. Ze trappen niet per ongeluk. Moedwillig de bal ergens. Ja, maar Duarte is gewoon beter. Duarte is beter. Je moet gewoon de beste spelers opstellen. Ja. En dat is niet zo moeilijk natuurlijk, de beste spelers op te stellen. Lijkt mij. Je kunt wel discussie hebben over wie de beste is. Er is altijd discussie, maar jij bepaalt wie erin moet. En jij bepaalt waar de beste speler is. Ja. En als jij vindt dat die beter is dan die ander, dan moet je die er gewoon inzetten. Ja. Wel fijn ook dat Lukien dan ook gewoon benoemd, hè, meteen. Van het verschil in deze wedstrijd werd gemaakt door Duarte. Fijn dat iemand ook gewoon eventjes de naam benoemt. Maar dat is ook niet zo moeilijk om te zien natuurlijk. Nee, maar iedereen of trainers zeggen ook dat soort dingen niet. Nee, dat Hoven en Pelu Pessi het niet goed deden. Nee, Hoven die valt me ook een beetje tegen, moet ik zeggen, tot dusver. Die valt me echt tegen. Ja, dat was de grote man, moest het zijn. Daar zie je veel te weinig van, moet ik eerlijk zeggen. Hoe kan dat?
Ja, geen idee. Verkeerde plek, dat, toch? Nou, dat weet ik niet. Verkeerde plek. Ja, misschien gaat hij nog wel op andere plek spelen. Dat zou kunnen. Ja, ja. Maar ja. En weet je, hij kan wel in een iets aanvallende rol misschien. Hij is nu een beetje de verbindingsspeler. Hè? De acht, zeg maar. Tussen verdediging en aanval. Een van de twee controleurs. Ja, dan moet hij al naar... Ja, ze hebben niet echt een 10. Ze spelen 4-4-2 of 4-2-2-2, zoals sommigen het ook wel noemen. Hè? Maar je kunt ook... Welke plek moet hij dan spelen? Nou, je kunt hem ook een beetje hangen aan de linkerkant laten spelen. Ja, en dan Valente eruit. Eruit. Die moet er dan uit, als je het op die manier gaat doen. Nou, Valente... maar Valente is wel, zeg maar, maakt maar ook deel uit van die wederopstander. Maar je hoeft ook niet kosten wat kosten die jongen in het elftal te hebben natuurlijk. Bakuna? Nee, die andere, hoe heet die Noorse jongen? Hoven. Die hoef je ook niet kosten wat kost in het elftal te hebben natuurlijk. Dat hoeft niet. Nee, maar ik zie dat ook niet zo. Maar de technische staf is in ieder geval... loopt met Johan Hoven weg. Verklaart keer op keer dat hij ontzettend belangrijk is voor het elftal. Dat je op die positie ook wel veel onzichtbaar werkt. Het zal ongetwijfeld uit de data blijken. Ik heb niet, ik kan niet de hand leggen op alle data of zo. Maar of je hebt misschien niet ook het voetbal. Dat is ook niet erg aan natuurlijk. Maar je hebt misschien ook niet dezelfde blik natuurlijk als Lukien. Nou, die heb ik wel. Ja, oké. Maar ik dacht al toen ik aan die zin begon. Ik denk, verkeerde zin. En ik dacht ook al toen jij aan die zin begon. Van, ja, dan ga ik keihard tegen. Maar goed. Weet je, nee, Lukien heeft ervoor doorgestudeerd. Ja. En ik niet. Nee. Dus als Lukien dan zegt van dat hij... van onschatbare waarde is voor dit FC Groningen... Dan zit daar denk ik toch wel een kern van waarheid in. Anders zeg je dat toch niet. Maar nu heb je... Dus of Hoven er zomaar uitgaat voor Bakuna... Weet ik ook niet hoor. Daar twijfel ik wel een beetje over. Je moet wel constateren dat ook toen Bakuna erin kwam vrijdagavond... het ook beter ging. Bakuna die maakte... had een prima invalbeeld. Ja, hij viel goed in. Laatste 20 minuutjes voor Valente kwam je erin. Wat zou je dan doen, Jan? Schreuders, Pedopessi, Hoven en Valente... dat was dan nu het middenveld. Jij zegt... Duarte komt er sowieso in. Nou, dat zal voor Pedopessi zijn. Voor je moet Bakuna dan? Die kan er voor mij, wat mij betreft, voor Hoven in. Oké, Hoven eruit. Nou ja, of daar moet je een andere plek voor vinden. Ja, dat weet ik niet. Maar ik vind Bakuna is gewoon goed genoeg om in het elftal te spelen. En beter dan Hoven, vind je? Ja. Nou ja, beter dan de Hoven, zoals ik hem tot dusver gezien heb. Ja. Ja. Goh, het zou toch een hard gelach zijn voor die Hoven. Maar goed, daar moet je helemaal niet naar kijken. Als die op de bank terechtkomt. Ik bedoel, afgelopen zomer... Met angst en beven zag FC Groningen clubs voor hem in de rij staan, zogenaamd. Het staat nergens het kan ook een beetje een verhaaltje van die zakennemer zijn geweest. Zeker. Maar hij is ook wel daadwerkelijk ergens in de championship in Engeland. Stond hij wel bij een paar clubs op de radar. Is zelfs nog even die kant op geweest. Dus zal heus wel sprake zijn geweest van wat belangstelling voor hem. Maar ja, goed. Aan de andere kant, ze nemen hem uiteindelijk niet. En dat zegt natuurlijk ook wel iets. Ik zeg ook niet dat die jongen er niks van kan, hoor. Dat zeg ik helemaal niet. Alleen ik vind hem tot dusver, valt hij mij tegen flat, dit seizoen. Flat, ja. Wie valt jou dan op? Wie vind je dan wel goed? Nou ja, ik vind Duarte vind ik goed. Ja, precies. Ja, en die jongen, die Schreuders, vind ik ook oké, hoor. Die kan echt een mooie carrière tegemoet gaan. Ja, is dat nu het grootste talent dan in de Groningen selectie? Van de jonkies en zo? Ja, dat vind ik wel, ja. Ja, meer nog dan Blokzijl? Ja, Blokzijl, die staat een beetje stil. Die staat ook op dit moment staat hij ook stil, denk ik, in zijn ontwikkeling. Blokzijl moet hopen dat er in de winterstop... Wat spelers vertrekken of zo. Want weer afgefloten. Dat krijg je. Wel mooi wat je doet, toch? Je praat naar de luistersvragen toe. Want, Wolf zegt... Er gaan geruchten dat Radinho Balken in de winterstop de club gaat verlaten. Klopt dit? En wat zijn de consequenties? Oké. Nou ja, leuk dat Jaap daarover begint. Maar ik had het idee dat jij zelf die leesvraag doorstuurt en zelf namen bedenkt. Nee. Jaap Wolf. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Serieus. Jaap Wolf. Maar goed, ik ben blij met elke lezer en luisteraarsvraag. Ja. Er gaan inderdaad geruchten over Radinho Balken dat hij in de belangstelling staat van diverse clubs. Zou onder andere om BC Häcken gaan. In Zweden. Ja. En het zou BK Häcken vast. Oh, BK. Oh ja. Ja. Maar je zegt in het Zweeds, zeg je C natuurlijk. Ja. Rasmus Lindgren, hè? Je hebt een huisje in Indalsälven, toch? Ja. Had. Wat mooi dat je erover begint. Die hoorbare Zweedse stilte. Verlang ik soms nog eens naar terug. Ja. Maar, en Ludo Goretz. Pippi Langkous-achtige veranda en de zonneweide. Ludo Goretz, de club van Sergio Pat. Dus waar is Groningen ook wel eens... Oh nee, die ging toen transfervrij weg. Dus hebben ze niet per se zaken mee gedaan. Nee. Maar in ieder geval, bij die twee clubs zou hij op de radar staan. Ja,
Alleen ik zie vanuit FC Groningen, ben ik ook benieuwd hoe Jan er tegenaan kijkt. Ik zie niet zo heel veel reden om Balken nu te verkopen. Volgens mij staat die defensie staat juist heel erg goed. Hij heeft ook wel een klik met Peersman. Dat is de ene kant van het verhaal. Hè? Waarom zou je Balken nu laten gaan? Ja, het zou een financiële kwestie kunnen zijn. Want FC Groningen heeft natuurlijk wel een financieel gat. Dat op een of andere manier toch nog misschien met wat stoom en kokend water dichtgefietst moet worden. En dan zou het een welkome transfer zijn. En je hebt natuurlijk, dat is de andere kant van het verhaal, de wetenschap. Dat je met Tijmen Blokzijl op dit moment een centrale verdediger op de bank hebt zitten. Die vorig jaar zich hartstikke goed ontwikkelde. En nu helemaal stilstaat in zijn ontwikkeling. Want hij doet te weinig speelervaring op dit moment op hoog niveau. Hij kwam in het elftal en toen raakte hij natuurlijk geblesseerd. Is hij de weken niet bij geweest. Volgens mij maakte hij tegen Jong AZ zijn rentree weer, hè, als ik me niet vergis. Ja. Maar weer geblesseerd daarna geworden, toch? Nee, dat was de vorige geblesseerd, ja. Voor mij is hij nu wel gewoon fit om te spelen. Hij is fit, ja. En dan heb je ook nog Nick Bakker achter de hand, hè? Ja. Die ze net een contractje hebben gegeven. Dat wil Fokko Bijsterveld nog weten. Wanneer gaat Nick Bakker spelen? Hij zou er al bij zijn, maar zit nog steeds niet bij de selectie. Oh ja, nou weet je, maar dat is ook de vraag. Oh, dat is een linker centrale verdediger natuurlijk. Ja, wat ik begrijp is dat hij nog iets verder opgetraind moet worden om daadwerkelijk zich te kunnen meten met zijn concurrenten en tot de selectie kan behoren. Mm-hmm. Maar die heb je ook nog achter de hand. Dus weet je, centrale verdediger zat. En dan heb je eigenlijk ook nog Marco Rente, die nu op rechtsback staat, die eigenlijk liever centraal speelt. Dus daarachter heb je Lian van Gelder, die eventueel ook nog dan rechtsback zou kunnen gaan spelen. Dus weet je, daar heb je mogelijkheden zat. Dus het zou niet rampzalig zijn of zo als Radion Balker wordt verkocht. Nee. Maar goed. En er speelt bij hem nog iets mee. Radion Balker heeft een vriendin in de Verenigde Staten die hij dolgraag over zou willen laten komen. En BK Hekken is inderdaad iets dichter bij de Verenigde Staten. Nee. Dat heeft een financiële achtergrond. Ja. Bulgarije is ook een prettige land om te wonen in Nederland. Ja, Balker behoort niet tot de grootverdieners in de selectie van FC Groningen. Okay. Heeft ook nog eens 30%, net zoals ieder ander overigens, in moeten leveren aan het begin van dit seizoen. Als een soort solidariteitsvergoeding voor de degradatie. Ja. En heeft eigenlijk op dit moment gewoon geen geld om zijn vriendin over te laten komen. Dus als hij zeg maar bijvoorbeeld naar Ludogorets gaat en daar een beetje Sergio Pat salarissen gaat opstrijken. Van ik noem maar wat. Ik denk 6-7 ton per jaar of zo. Kun je daar misschien wel verdienen. Echt? Ja, zeker. Ze verdienen wel goed bij Ludogorets. Dat is een hele rijke eigenaar. Ja, ik hoor Pat niet. Ja, heb ik al een tijdje niet gesproken, moet ik eerlijk zeggen. Maar die hoor ik niet klagen. Rare dus, club, joh. Je wilt er niet spelen. Maar voor het geld, hè? Voor het geld. Ja, nou precies. En ik kan me voorstellen dat dat voor hem wel een factor is. Dus dat hij misschien wel tegen zijn zaakwaarnemer heeft gezegd van nou, ga maar voor mij. Zet me maar op de radar op de transfermarkt. Kijken wat er mogelijk is. Ja. Dus om op de vraag terug te komen, het is niet geheel en al uitgesloten. Maar zijn vriendin woont in de VS? Ja. Oké. En die wil hier niet permanent naartoe? Dat denk ik wel. Alleen in beginsel zul je dan, volgens mij heb je dan niet direct een baan en zo, weet je wel. Toch? Dus ik weet ook niet precies hoe dat zit, maar volgens mij is het... Slecht zal Balken toch ook niet verdienen? Ja, ik heb geen idee. Nou, als je een derde deel van je... Als jij, nee, zeker. Maar wat denk hij komt van een eerste clubje toe. Hij komt van Almere City. Nou, wat zal die... tonnetje of zo? Ja. 120.000 euro? Zoiets, ja. Ja, nou, dan gaat dan een derde vanaf. Dan hou je 80 over. Nou, dat moet je niet doen alsof dat een heel matig salaris is. Ik denk dat kun jij daarvan leven? kun je vriendin ook nog een keer overlaten? Maar ik weet ook niet wat de regels daar omtrent zijn. Zeg maar, als jij iemand uit het buitenland hier een soort van permanente verblijfstatus wil geven, moet je dan aantonen dat jij zoveel geld hebt of op de bank hebt staan? Ik kan me niet voorstellen dat het daad mee te maken heeft, toch? Nee, hoor. Ja, nee, natuurlijk niet. Geen idee. Nou ja, goed, Balken. We gaan het zien. Het wordt tijd om mezelf eens even erover te spreken. Ja, maar goed, het is niet... En als ze een goede prijs voor hem kunnen krijgen, dan moet je hem verkopen, prima. Vind ik. Maar goed. Van dat geld zouden ze misschien op tripje kunnen, toch? In de winterstop, FC Groningen. Want daar is wat hij beloofd, begreep ik, William. Kijk, bij FC Groningen, ik wil nog niet zeggen dat de club het water aan de lippen staat. Maar financieel moeten ze wel op de centjes letten. Ja. En dus was intern het voorstel om dan maar niet al te ver op een winterse trainingskamp te gaan.
Nou, ze kwamen weer uit bij het, zeer idyllische, maar niet heus, Klooster Pforte in Duitsland. Bij Bielefeld. Bielefeld bestaat niet, hè? Ja. Gelukkig staan. Duits grapje. Ja. Duitsers hebben geen humor, hè? Maar ik ben daar wel eens een keer geweest. Want het was ook het favoriete oord bijvoorbeeld van Frank Wormuth. Ja. Omdat de Duitse Bundesliga club... de Duitse manschaft. Die bereidde zich daar ooit voor op belangrijke wedstrijden en grote toernooien. Ja. Er is helemaal geen reet te beleven daar. Ja. De velden zijn denk ik wel goed. Maar het is echt een oord waar je niet een week wil zitten met je selectie. Zeker niet als je ook nog een beetje aan teambuilding en zo wil doen. Je wil er toch ook even echt uit. Dus toen dit voorstel intern zeg maar op tafel werd gelegd, is Dick Lukien, voor zover ik dat nu begrijp, daarvoor gaan liggen. En Lukien heeft aangegeven dat hij heeft ook even naar de trainingskamp mogelijkheden van andere clubs gekeken en opties. En die zag onder andere dat FC Dordrecht ook gewoon naar Spanje gaat bijvoorbeeld. Ja. Goede argumenten om te gaan. Ja. Zij gaan ook. Zij mogen ook. Toen schijnt Dick intern inderdaad aangegeven te hebben dat het toch niet zo kan zijn dat FC Dordrecht zich wel lekker in de zon in Spanje voorbereidt op de tweede seizoen zelf en FC Groningen niet. Dus de aanvraag loopt denk ik nog, maar ik denk wel dat de stem van Dick in deze zwaar weegt. Dus ik zie toch nog wel goede kansen voor FC Groningen en de spelers. Misschien de verkoop van Balken, dat ze toch naar de zon kunnen. Ja, dat zou wel mee kunnen helpen, ja. Ja. Is het van belang, zo'n tripje, Jan? Ja, is het van belang. Trainers vinden het van belang altijd. Ik zie het niet. Ik ben ook heel vaak meegeweest op die tripjes allemaal. Ik zie je nog even zonlink naar. En jij bent ook voor die trip naar Bielefeld. Ben je ook voor gaan liggen, net als Dick, met z'n tweeën ervoor. Nee, maar ik weet niet, joh. Het is allemaal. Ze stoppen met de eerste helft van het seizoen is 23 december of zo, geloof ik. Ja. En dan spelen ze wanneer beginnen ze weer 12e, als ik me niet vergis. Ja. Nou, dan zijn ze. Ja, je kunt ook hier trainen. Als de weersomstandigheden oké zijn. Die spelers het zo leuk? Oh, jij gunt een ander wel wat. Nee, ik gun jou alles, jongen. Oh. Vinden die spelers het wel leuk of niet? Zo zie jij dat aan ze dan? Heb je het idee van. Oh, er is wel een categorie die vindt het wel leuk. Die vindt het ook even leuk om eruit te zijn, weet je wel. Ik weet niet of dat nou zo heel veel nut heeft, hoor. Zo'n tripje. Nou ja. Dat moet ik in alle eerlijkheid zeggen. Ik vond het zelf ook altijd wel prettig om eventjes naar de zon te gaan. Ja, zo is het wel. Maar. Ja. Ja, ik weet het niet. Als dat heel veel geld gaat kosten, dan zou ik het niet doen. Maar ja. Nou, dat zou het obstakel kunnen zijn. Ik bedoel, Danny Buijs, die was er nooit voorstander van, kan ik me nog herinneren. Nee, maar dat is geen reisbelustigde persoon. Hoewel in zijn sabbatical maanden, die zijn naar Peru geweest. Ja. En dat is hem wel goed bevallen. Cultuur, dat kan ook natuurlijk. Ja, zeker. Ja, het is een cultuursnaam. Ja, nee, dat bedoel ik. Maar daar ga je niet voor naar, weet ik veel, naar Marbella, weet ik veel. Daarvoor ga je niet. Voor de cultuur ga je daar niet naartoe natuurlijk. Nee. Maar goed. Kijk, je moet wel goed naar de financiële situatie kijken bij FC Groningen. Het is niet te verkopen dat jij met de hele selectie lekker eventjes 5 dagen in Spanje de boeltjes buiten gaat zetten. Nou, dat doen ze ook niet. Jij 4 maanden later, stel dat je niet promoveert, 20 man personeel moet ontslaan. Weet je, dat kun je natuurlijk niet maken. Niet, dus daar moet je wel heel goed naar kijken. Echt de bloemetjes buiten zijn, dat doen ze ook niet meer natuurlijk. Ja, dat is het. Vroeger was dat, niemand drinkt was dat meer. Anders, ze jongen. Drinken allemaal niet meer. Dan kun je net zo goed naar dat klooster gaan in Duitsland. Ja, nou, dan gaan ze daar naartoe. Kun je gewoon met de eigen spelersbus heen. Heb jij dat inderdaad nog in de laatste jaren dat jij op trainingskamp was dan? Heb jij dat nog gezien? Elkaar geknoopte lakens en spelers die om 6:00 in de lift stonden? Nee, ik denk dat de generatie Martin Drent, dat was wel zo'n beetje de laatste. Maar dat weet Jan beter dan ik. Dat is geweest, jongen. Ja. Die periode is geweest. Vroeger gingen ze allemaal op stap. Dan gingen ze... Ja. Nou, kijk, je hebt nu 1 figuur in de selectie, die zie ik dat nog wel doen. Moeten we even raden wie? Wie hebben we het over? Die zie ik nog wel met lakens, aan elkaar geknoopte lakens, het klooster of een mooi Spaans oord verlaten. Zeg, vertel op. Nou, Romano Postema? Nee. Ja, Kevin van Veen. Kevin van Veen. Nou, Kevin van Veen. Ja. Tuurlijk. Is het zo? Kevin van Veen. Hij valt toch nog de naam, Kevin van Veen. Daar hebben we het nog niet over hem gehad. Nee, maar ik kreeg ook trouwens ook nog wel luisteraarsvragen van, is het al zover? Volgens mij nog niet. Dus bij vader, dat hij al vader is, weet je. Dus volgens mij, het zou vorige week dinsdagmiddag. Ja, gepland was. Klopt. Alleen dat is uiteindelijk afgezegd. Volgens mij gaat het nu toch... een natuurlijk verloop. De baby was aanvankelijk te groot, hè?
Oké. En nou ja, dat zou betekenen dat hij eerder... wat? Nee, mooi. Nee, ik hoorde graag dat soort dingen. Ja. Hoe dat precies zit allemaal. Ja, was afhankelijk te gesprek. Ja. Afhankelijk te groot. En er zou een noodzaak kunnen bestaan om de baby dan eerder te halen. Ja. Zou vorige week dinsdag oorspronkelijk ingeleid worden. Maar dat is afgezegd. Blijkbaar is de groei aan het eind van de zwangerschap toch wel iets minder hard gestagneerd. Ja. En Kevin en zijn zoon, dat gaat een beetje hetzelfde. Zeg maar. Ja, maar ik vind niet kies om hier grapjes over te maken. Want zo'n zwangerschap moet natuurlijk eigenlijk gewoon heel ordentelijk en goed verlopen. Zeker, uiteraard. Dus, nou ja, daar weet jij als kerstfeestvader alles van. Weet je, dus als het dan niet helemaal gaat zoals het hoort te gaan, dan is dat absoluut niet leuk. Maar... inmiddels wordt er volgens mij gewoon ingezet op een natuurlijk verloop van de bevalling, ook qua tijdstip. Nou, het uitgerekende datum is, ik praat echt als een gynaecoloog, hè? Ja. De uitgerekende datum is volgens mij 7 december, dus nou ja, dat zal niet al te lang meer duren. Ja. Dat is deze week natuurlijk. Dat is, over 3 dagen. Ja. Ja. Nee, ja. Zeker. Dus wie weet wat er allemaal gaande is in Schotland. Zo is het. Ja. Ik denk dat we uitstekend op de hoogte worden gehouden door Kevin van Veen. Die zal vol trots, verwacht ik, zijn jonge aanwinst tonen op de socials. Ja. En anders krijgen we op een andere manier bericht van hem. En dan zullen we het ook zeker in deze uitzending mededelen. Zo is het. Mooie cliffhanger voor volgende week alvast, Thijs. Ja, ja, ja. Tot slot, dingetje nog, want de winter is een aantocht. En dus ook de laatste transferwindow van Wouter Gudde. Een paar weken geleden, hè, toen we hier nog in Mineur zaten allemaal, Jan, en jij zei het komt niet meer goed. Dat heb ik niet gezegd. Nee, werk. Dat heb ik niet gezegd, want ik heb nooit gezegd dat ze het helemaal niet meer... Maar ik heb alle vertrouwen in Dick Lukien, dat weet je wel. Ja. Heeft goede voetbalvisie, jongen. Ja, ja. Het heeft alleen wat lang geduurd nu, hè, voordat hij het voor elkaar had. Ja. Ik moet zeggen, hij is wel rustig gebleven, hè? Nee, maar dat is altijd. Ik heb hem nog nooit in paniek gezien. Nee, weet ik. Maar dat is iets anders dan bij Wormoed bijvoorbeeld. Die zag je wel in paniek. Ja, dat klopt. Snap je? Nee, maar dat is handig om een trainer te hebben die dat niet doet. Misschien dat hij intern ergens wel wat paniek voelde. Oh, maar die heeft wel rustig weten te houden. Maar een paar weken geleden in de winter moest er nog een schoon schip worden gemaakt misschien wel. En nu is het misschien weer... helemaal anders. Ja, maar ik laat me geen woorden in de mond leggen, want het woord schoon schip heb ik nooit gebruikt. Ik zeg niet dat jij het hebt gezegd, William. Oké. William, pomp. Bijna weer ruzie. Volgens mij is er helemaal geen geld om in de winterstop grote dingen te doen. Nee, maar schoon schip als in dus, hè, dat er weer Spelen heel wat weg. Mensen weg moesten en dan daar weer nieuwe voor halen. Ik denk dat Paulus Abraham opgehaald kan worden. Ja. Ik denk dat Irandust opgehaald kan worden. Ja. Dus in die zin, als je dat schoon schip noemt, dan kunnen er wel een paar spelers zeg maar vertrekken. Mm-hmm. Ik denk dat FC Groningen ook verlies neemt in deze, bij deze spelers. Want hè, Abraham heeft... 2 miljoen gekost. Ja. Moet nog steeds heel veel op afgeschreven worden. Maar daar ga je natuurlijk in de verste verte geen 2 miljoen meer voor krijgen. Nee. Dus als die überhaupt van de salarisschaal afgevoerd... Ik zou zeggen, als die gratis weg kan, is het al fijn, toch? Nou, eigenlijk, ja, maar je moet er gewoon vanaf. Ja. Zowel voor de jongen als voor de club is het ook beter. Maar zo staat de club er ook gewoon in, toch? Ik bedoel, Volgens mij wel. Ja, ze proberen natuurlijk nog wel wat natuurlijk te krijgen, Maar dat is zinloos, joh. Dat heeft geen zin. Gewoon weg met die jongen. Vanuit Scandinavië is in ieder geval voor beide jongens wel wat belangstelling. Ja. Dus ik verwacht dat die in de winterstop in ieder geval weggaan. En die hebben het ook niet naar de zin hier, natuurlijk. Nee, zeker niet. Financieel op zich misschien wel, maar... Ze willen voetballen. Ik bedoel, die zitten er niet mee als ze weg gaan. Nee, die laten daar geen tranen. Sterker nog, die halen opgelucht adem, denk ik. Misschien dat ze bij deze club krijgen ze geen kans meer. Nee, ik zie niet hoe Paulus Abraham zich nog in het elftal gaat spelen. Of hoe Irandust, die weer geblesseerd was afgelopen week. Daar word je ook helemaal niet goed van. Nee, altijd ziek, zwak of misselijk. Nee, dat is echt zo. Ja, weet je, dan was hij weer fit. En nu op de training toch weer licht geblesseerd geraakt. Daar krijg je ook echt een punt over van. Hè. Ik vrees ook wel een beetje. Het zou me verwonderen als dat bij een andere club ineens beter gaat. Dat hij fysiek ineens wel veel sterker is of zo. Ik vrees dat die fysieke malheur die hij altijd heeft. En dat hij echt zijn hele carrière pad gaat spelen. Dat uiteindelijk ook niks gaat worden. Maar goed, dan moet je altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Want ik weet nog, Sørloth. Weet je, die toch als een topspits die ooit heen werd gehaald. Helemaal mislukt is bij FC Groningen en bij andere clubs ineens. Ja. En Sørloth, ik zou eerlijk zeggen, dat vond ik niet zo'n gekke spits, hoor. Alleen, op een of andere manier ging het niet. Het liep op een gegeven moment niet meer hier. Hij begon heel goed. En ik heb ook één keer heel goede wedstrijd spelen uit bij Heracles. Nou, dan kon je echt zien dat het een goede spits was. En Henk Veldmaten, waar ik ook wel vrij veel hoge pet van op heb. Die zei altijd van, die Sørloth is een goede spits. Dus, en dat is ook een goede spits gewoon. Ja. Niet geen topspits, maar wel een goede spits voor Groningen.
Hadden ze maar zo'n spits. Ja, maar kwam er niet uit toen. Nee, dat klopt. Dat kan nog gebeuren. Tot slot, hoe zit het met de zoektocht naar een nieuwe directeur? Ja, rustig. Volgens mij moeten er... Zijn er al mensen die... Heb je al geluiden gehoord van mensen die zichzelf hebben... Aangeboden? Nee. Oh, je glimlacht een beetje erbij. Dus Nee. Geen concrete directeurskandidaat. Zover is het ook nog niet overigens. Hè? Nee, okay. Er is op dit moment door het stichtingsbestuur een bureau ingeschakeld om twee nieuwe RFC-leden te vinden. Ja. Eentje met een financiële achtergrond en een voorzitter. Nou, daar is nu eerst het wacht op. Ik verwacht daar over niet al te lange tijd uitsluitsel over. Jan Menega? Nou, ik vind sowieso... Vind je dat niet een... Heb jij een financiële achtergrond? Nee. Voorzitter. Ik vind sowieso... Nou schakelt ze weer een bureau in. Dat is ook een duur bureau, hoor, ongetwijfeld. Ja, die gaan zoeken voor het uurloon van dat soort mensen. Dat is behoorlijk. Dit betreft volgens mij een sponsor of partner van FC Groningen... Nou, die het voor een appel en een ei doet. Chronisch bureau. Is niks voor jou... FC-lid? Ach man, hou op zeg. Waarom niet? Nee joh, daar moet ik helemaal niet van weten van dat soort dingen. Ik heb geen zin in. Oh, nou. Nee, zou ik ook niet hebben. Nee. Maar het is grotendeels vrijwilligerswerk, hè? Ja, weet dus, ik. Ja. Dat doet Jan niet. Dat doe ik sowieso. Hier ook over. Ja, hij zit er ook voor niks. Hè? Zo gauw de RVC weer compleet is, dan wordt pas de zoektocht naar een directeur geconcretiseerd. Ja, maar ik dacht misschien zijn er al mensen zou die zich over hebben, over die zich hebben. Ja, maar ze hebben ongetwijfeld mensen aangemeld. Hoor. Dat is een feit. Ook niks voor jou, Jan? Oh nee, man. Hou op, zeg. Nee. Nou, directeur helemaal niet, joh. Nee. Dan ben ik nog liever RVC-lid. Meen je dat? Ja, dan ben je normaal gesproken. Dan zit je meer in de luwte. Heb je niks te doen? Ga je bij de wedstrijd kijken en zo? Dat is eigenlijk wel. Dat zou het eigenlijk moeten zijn. Ja, maar zo wordt het eigenlijk. Dat was het niet. Eén keer of twee keer in de maand vergaderen, that's it. That's it. Weet je? Ja. En bij de wedstrijd in het plus. In het plus. Dat wel. Ja. Iets voor jou inderdaad. Ja. Voor later leeftijd. Je verdient in ieder geval mee. Nee hoor, nee, maar ik sta ook op voor vrijwilligerswerk. Ah, mooi man. Ja. Groot is dat fijn. Zo? Ja, zeker. Okay. Wat doe je dan bijvoorbeeld allemaal? Ik heb vanochtend nog de paardjes schoongeveegd voor de buren. Ja. Goed bezig, Ponky. Van Wessel en Annigal? Nee? Oké. Nou, dankjewel. Dat zou ik wel... vanochtend was er niet echt noodzaak voor. Ik bedenk zomaar wat. Ja. Maar als er komende nacht toevallig een meter sneeuw valt... sta ik morgen wel vooraan om... Wessel en Annie uit een paardje te maken, zodat ze de deur uit kunnen. De honden even uit kunnen laten. 100%. Heel goed. Ja. Mooi. Nou, fijn dat jullie er waren. Dankjewel, William. Dankjewel, Jan. Tot volgende week. Tot volgende week. Radio Milko. Radio Milko. De podcast over FC Groningen.